Ik ben hier voor een speciaal persoon, Debbie. Wij vinden dat jij enorm dankbaar werk doet en daarom heb ik iets voor je. Ik ben afgekeurd, onder andere door mijn beperking aan mijn heup, maar omdat ik ook nog andere dingen heb. Autisme, vermoeidheidssyndroom. Daardoor kan ik niet echt werken. Ja, dat voelt ook niet fijn, dan ben je ook niet echt mee met de maatschappij bezig, hoor je er niet bij. En dat voelt toch wel een stukje eenzaam. Ik ben gevraagd 5 jaar geleden om bij VV Foundation vrijwillig te komen werken. Alsjeblieft. Ik voel me wel daar vereerd voor, dus. Ik ga mijn voorvechterskaart doneren aan Debbie. Voorvechters is een initiatief vanuit VVV en de Foundation waarin clubiconen, oud-spelers en ook spelers seizoenskaarten doneren aan mensen die onder de armoedegrens leven. Ik ben hier voor een speciaal persoon, Debbie. Wij vinden dat jij enorm dankbaar werk doet en daarom heb ik iets voor je. Wauw, ik vind het leuk om de VVV-wedstrijd te kijken, maar vooral ook met de jongens en dames die hier staan. En ja, dat vind ik heel erg leuk. Debbie verdient meer dan zeg maar een seizoenkaart, want we houden altijd van haar. Jullie moeten, kom op hè, jullie kunnen het straks, kom op. Maar toen ik die kaart kreeg, ging trotsheid door mij heen, blijdschap. En dat vind ik wel fijn en ook mooi dat ze dat doen. Ik vind het vooral mooi dat ik Debbie de waardering kan geven die zij verdient. Mijn voorvechterskaart betekent voor mij dat ik nu wel naar het stadion kan gaan, in plaats van op de bank met een biertje en een zakje chips. Ik voel me gewaardeerd door de VVV Foundation. Ja, ben ik niet gewend. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.